Dan gaan we verder met het volgende onderwerp. En dat is een stukje gevoelige materie. En daarvoor is aangeschoven Martin Kooijman, onze vaste IT-specialist van Winsys IT Solutions. Welkom Martin, wederom in de studio. Dankjewel Maurice. Vertel. Wat er nu gebeurt met AI is natuurlijk fantastisch, hè? Maar met de geavanceerde technologie van vandaag moeten we ons ook realiseren dat echt en niet echt bijna niet meer te onderscheiden is van elkaar. Helaas word ik daar de afgelopen periode best wel vaak mee geconfronteerd. Ondernemers die dus bij mij komen van Martin, ik word eigenlijk gechanteerd. Het gebeurt jou, het gebeurt mij, het gebeurt eigenlijk elke ondernemer. Ook de ondernemers die naar jouw programma kijken. Ja, ik wil niet zeggen dagelijks, maar veelvuldig. Ondernemers zijn natuurlijk in de regel veel zichtbaarder. En dat betekent dat ze ook veel vatbaarder zijn om eigenlijk gechanteerd te worden. Waarbij jouw informatie, nepinformatie, gedeeld wordt met privépersonen uit jouw organisatie of mensen die je, ja, waar je misschien net een deal mee aan het sluiten bent. Mm-hmm. Ben je dan geneigd om die bitcoin wel of niet te betalen, als boete? Want ja, dat vragen ze dan. Ben je dan geneigd op dat moment om dat mailtje toch nog eventjes te lezen, waarin je wordt getoond met jouw video, jouw beeldje en soms ook jouw afzender? Ja, dan wordt het natuurlijk best een discussie. Waar ligt de grens wat je wel en niet als mens, wat er komt, die als mens kunt accepteren? Ja, daar moet je goed over nadenken. En dat spreek ik ook heel eerlijk. Ik ga even de camera in kijken. De mensen thuis aan. Ja, het gebeurt jou ook. Het gebeurt je thuis. Het gebeurt eigenlijk iedereen. Dus daar begint het dan mee. Het acceptatieproces waarin je moet accepteren dat je ook gewoon vatbaar bent voor deze desinformatie. Chantage op het hoogste niveau. Negeer het. En negeer het volkomen. Ga er niet op in. Ook geen letter, geen woord. Ga het niet doorsturen naar je collega. Ga er geen letter, geen aandacht aan besteden. Doe net of je het niet ziet. Ja, see no evil, hear no evil. Ja, het klinkt een beetje gek. Maar alsjeblieft, ga er niet op in. Dat is al de eerste. En de tweede moet je eventjes in je gedachten nemen. Ook weer een serieus punt. Jij bent niet degene die geld eist. Want daar gaat het in de basis om. Het is de andere kant van de medaille, beter gezegd de hacker, degene die jou probeert te chanteren, die geld probeert te eisen. En zijn enig doel is ook om geld te eisen. Ja. Dat in het achterhoofd betekent dat je ook even slimmer om moet gaan met deze materie. Kijken naar het totaalsysteem, naar de relaties die er zijn, die er gaan komen. Daarvoor wil je een modern IT-bedrijf, daarvoor doe je zaken met ons en daarvoor zit ik hier ook. Ja. Wilt u ook eens contact met een goede IT-organisatie? Daar zit Martin Kooijman van Winsys IT Solutions en hij wil graag een keer met u een kop koffie drinken. Of een kopje thee. En, in dan, het echt graag, Maurice. In het echt graag? Ja, want dat vind je ook belangrijk. Face to face. Netwerk, ook de echte wereld. Echte wereld. Ja, want je zou denken, bij jou gebeurt alles in de cloud, maar dat is helemaal niet waar. Nee, de echte juist handel wordt echte gewoon gemaakt met een goede handdruk en recht in mijn ogen kijkend. Want daar gaat het om het echte vertrouwen. En dat is nog nooit, maar dan ook door niemand na te bootsen. Nou, dat komt ook nog. Dat heet virtual reality. Oké, Martin. Hartelijk dank. De website die stond net al onder in beeld. Nu misschien nog steeds, ik weet het niet. Maar hartelijk dank in ieder geval voor je komst wederom naar de studio. We gaan elkaar dit seizoen nog veel vaker zien. Graag gedaan. Het was een boeiend gesprek. Martin Kooijman.